Het is een gezamenlijke aftrap van het nieuwe jaar en elkaar gewoon heel even gelukkig nieuwjaar wensen en een gezamenlijk begin hebben. Dat creëert uiteindelijk in de loop van de week ook wel weer een gevoel van, nou, we staan er samen voor en we gaan dit samen even doen, het nieuwe jaar in. Op het moment dat je niet zou willen zoenen, dan kun je heel makkelijk gewoon je hand wat langer maken, hè, dus uitstappen en dan kun je dat op de een of andere manier sturen. En daarnaast kun je het moment van instappen, van wanneer kom je op die nieuwjaarsborrel, kun je jezelf wel degelijk in de positie brengen van wel zoenen, niet zoenen, lang blijven, kort blijven. Ik bedoel, je hebt veel meer tools in handen om dit gewoon te sturen en het gewoon voor jezelf naar de zin te maken. Voor alle dagen geldt eigenlijk, bedoel, trek dat aan waar jij je lekker in voelt, maar waarin je rol wel bevestigd wordt. Want hetgeen wat jij aantrekt, zo voel je je ook. En op het moment dat iedereen je ziet en je weet dat je nieuwe collega's gaat ontmoeten of mensen die je wat minder vaak spreekt, dan is die eerste indruk gewoon belangrijk. En dan wellicht wel een keer een das, afhankelijk van de omgeving waar je werkt, of een keer wel dat jasje. Omdat op het moment dat je echt goed opstaat en mensen je op een goede manier kunnen herinneren en zoiets hebben van hij ziet er verzorgd uit, dan wordt jouw werk later ook als verzorgd betiteld. En dat maakt jouw werk daarna makkelijker en leuker. Het is gewoon een leuk moment, een gezamenlijk moment. En zie er vooral niet al te veel tegenop. Zorg gewoon dat je één of twee mensen hebt die je nog niet kent, dat je die leert kennen. Dat je twee of drie mensen hallo zegt die je toch dagelijks tegenkomt, zodat je jezelf gewoon relaxed maakt. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Je moet je grenzen kennen en twee of drie glazen buiten of je nog moet rijden. Hou daar alsjeblieft rekening mee. Is eigenlijk voor dit soort nieuwjaarsbijeenkomsten wel de max. Waarom we met z'n allen het glas willen heffen is omdat we willen laten zien dat we iets gezamenlijks doen. Hè? En bijna ook hetzelfde drinken, uit hetzelfde glas drinken. Het woord proost komt daar ook vandaan. Dus doe daaraan mee. Maar op het moment dat je niet drinkt, dan neem je toch een glas spaarrood of jus d'orange. Ik bedoel, het mag allemaal.